Gisteren gaf de directeur Leo Brunswijk van de energiebedrijven Suriname aan dat hij geen sorry accepteert. Sorry nou een woord toe, Samino Sabi. Hellings, je bent toch op Facebook? Hij heeft toch duidelijk op... Hij heeft de directie conform artikel 30 lid 6 van de CAO is hij in de gelegenheid gesteld om zich te verweren. Snap je? En zijn verweer was niet. Dus hij zegt dat hij het jammer vindt dat hij de directie heeft uitgemaakt als gespuis. En dat hij de directie beledigd heeft. Dat heeft hij ook. Hij heeft spijt betuigd. Ja, dat is zijn probleem. Waarom denk je niet na voordat je doet? Dus die sorry wordt dan niet geaccepteerd. Ja. Sorry na one word to Samino Sabi. Van de Brunswijk. Had ik niet van u verwacht. Sorry. Die pardon wordt dus niet geaccepteerd. Je komt. Je maakt me dood publiekelijk. Met dede in een film met pleego door. En dan kom je achteraf. Sorry hoor, meneer Wanky, in een film. Niet toch? Er zijn gedragsregels. Als je dit toelaat en toestaat, doet morgen iemand anders dat. Ga je dan tegen die andere persoon kunnen optreden? Wij zijn hier geen grappen aan het maken. Laat het duidelijk zijn. De Surinamers moeten weten dat wij bij de EBS dat niet gaan accepteren. Wij zijn hier met een belangrijke bedrijfsvoering. En dat soort zaken gaan wij niet tolereren. Laat het duidelijk zijn. En dit geldt ook voor alle andere werknemers die bij de IBS zitten.